Ja, beste vrienden allemaal. Ik vind dat hij heeft altijd het Vlaamse lied verdedigd. En ik, voor mij heeft het, is het niet meer belangrijk. Ik werk niet veel meer en mijn contracten heb ik per jaar, dus het komt niet meer op een televisie of een radio. Maar wat er moet gebeuren in Vlaanderen, dat moet gedaan zijn. Men moet absoluut kijken naar het buitenland en ook eens de mensen een kans geven. Een praatprogramma. Waarom zitten wij geen praatprogramma? Nemen ze ons voor debielen of wat is het? Of is het een complex? Wij hebben het niet. Hebben zij een complex? Ik weet het niet. Maar de Vlaamse zelfs, die komen niet goed aan bod. En vergeet niet, er is een publiek. Vergeet het alsjeblieft niet. En vaak worden heel mooie dingen gewoon weggegooid of bij het grof vuil geclasseerd. En Vlaamse liedjes hebben roepen gauw bij een aantal, vaak mediamakers, radiomakers, zo van... Oh, als het niet geloofwaardig of het is niet wat zij willen, dan wordt het al meteen doodgezwegen. En vooral doodgezwegen of gemarginaliseerd. En daar heb ik heel veel problemen mee. Ja. Ik ben hier in de eerste plaats omdat ik Michel eigenlijk altijd heel erg geapprecieerd heb als radiomaker. Ik weet dat hij een hele goede smaak heeft en dat hij dat niet zomaar doet om eens interessant uit de hoek te komen. Ik denk dat we een beetje moeten uitgeraken. Er is bijna geen enkele platenfirma bijvoorbeeld die nog investeert in lokaal talent. Dus dat is een teken aan de wand. Ik zie wel, er zijn nog altijd veel optredens, dus dat is geen probleem. Maar eigenlijk om een investering te gaan doen in een muziek, een geluidsdrager, dat kost verschrikkelijk veel geld. Ik heb een cd gemaakt 4 jaar geleden. De VRT heeft er nooit 1 nummer uitgedraaid. En niemand. En ik vind dat verschrikkelijk betreurenswaardig. Niemand weet dat die cd er is. Dat kost een bom geld. Dat heeft mij toch op zijn minst, denk ik, €12.000 gekost. En ik bedoel, dat is niet niks. Hè. Daar is helemaal niks mee gebeurd. Ja, dat vind ik wel betreurenswaardig. Dus op dat moment investeer ik er niet in, want het heeft geen zin. Eigenlijk is dat een stuk economische sector in onze maatschappij hier. In Vlaanderen, die totaal genegeerd wordt. Daar zijn blijkbaar, ik heb pas nog de cijfers gekregen van de culturele sector, 120.000 families, mensen die met muziek bezig zijn in Vlaanderen, die op dit moment eigenlijk nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen. En ik vind dat verschrikkelijk. Ik ben een muzikale omnivoor en ik wil niet vastgepind worden. Dat was het probleem ook. Ik heb een hele brede smaak. En eigenlijk ben ik ook dol op klassiek en filmmuziek, maar in alles heb je mooie dingen. En heb je rozen en distels. In elk genre. Maar nu zeggen ze... Ah, ze plakken er zelf slager op. Sorry, maar dan denk ik, waar komt dat woord ineens vandaan? Connotatie te mijden. Maar slager, hup, schuif aan de kant. Is dit een slager? Dat is nog maar de vraag. Dus het uitsluiten van genres vind ik een vorm van muzikaal racisme.